Ja, ik loop hier in Hardenberg. Hallo meneer, wie bent u als ik vraag mag? Mijn naam is Fritz Beerleven. Ja, en u bent hier op bezoek in Hardenberg? Nee, ik heb hier een huis gehad. Oké, en hoe is uw situatie? Want we hadden een voorgesprekje. Ja, die is slecht, hè. Ja, die wonen daar dat ik een solo ga. Ja. Naar de herberg. Oh, de herberg, ja. Dat is voor een opvangcentrum, is dat. U overnacht daar? Ja, het zal niet nooit naartoe gaan, maar ik ben een paar dagen dan heb ik weer weg. Oké, maar u bent eigenlijk dakloos geworden, begrijp ik. Ja, ja. Terwijl u in Hardenberg woonde. Ja. Nou, we denken soms dakloos, dat is iets voor Amsterdam in de grote steden. Ja, ik weet niet met mijn accent. Ja. En hoe kijkt u nu naar de toekomst? Slecht. Slecht. En denkt u dat er nog mensen zijn die u kunnen helpen? Ja, wat die mensen dan nog willen. Ja, en wat zoekt u eigenlijk als ik vragen mag? Ja, ik zoek natuurlijk weer dat mensen toch zich met het hert strijken en dan kom op. Ja, weer fouten gemaakt met je alcohol. Ja. Nou, kan het ding nog niet zo dat buiten omlopen laten. Ja, dus u doet eigenlijk via Wij Zijn TV een oproep voor een dak boven uw hoofd. Ja. Hier in Hardenberg of Dedemstraat om omgeving. Ja. Nou ja, ik hoop dat er mensen zijn die reageren en die u kunnen helpen. Hoe lang zit u al in deze situatie, als ik vragen mag? Drie jaar was het. 3 jaar? Een eind, hè? Dat is een eind. En kan de gemeente of een woningbouwstichting u eventueel niet helpen dan? Nee. Ik heb daar mijn huis is een beetje kwijtgeraakt. Ja, oké. Okay. Met die mensen bij mij slapen lassen, want lawaai, politie's, overlast. Ja. Moeilijke situatie. Nou, ik hoop in ieder geval dat u de komende dagen toch een dak boven uw hoofd hebt. U kunt naar het opvangcentrum De Herberg, begreep ik, hè? In Zwolle. Ja, toch? Ja. Ik mag hier weer blijven. Ja, u hebt iets met Hardenberg. U hebt er jaren gewoond. U hebt er gewerkt. U heeft er geleefd. Oké. Okay. Nou, ik wens u sterkte en dank u voor uw verhaal. Ja.